Welkom in Amsterdam, in onze oude gymzaal. Hoe koop je een gymzaal? Ja, projectontwikkelaar heeft het gekocht van de gemeente als gewoon nog school. En vervolgens daar 10 appartementen van gemaakt. Gerenoveerd, casco. En vervolgens mochten wij met onze eigen architect aan de slag. Toen kwamen we hier de eerste keer kijken en het was super donker, want al die ramen waren er niet. En het was een verlaagd plafond. Familie was met ons mee en die zeiden, nee, je kan hier niet wonen. Je kan hier geen huis van maken, hoe wil je dit gaan doen? Maar ja, wij zagen het eigenlijk wel. Hoe maak je een gymzaal gezellig? Het is een lastig proces, omdat je echt vanaf het begin af aan je moet gaan bedenken hoe je het wil hebben. De architect deed het heel goed. Vroeg letterlijk, als je 's ochtends opstaat, hoe ziet je dag eruit? Waar loop je naartoe? Wat wil je als eerste gaan doen? En door die vraag te stellen heeft hij het proces een stuk makkelijker gemaakt. Wat vond je het vervelendst waar je tegenaan liep? Al die keuzes die je moest maken, want dat was dus helemaal casco. Elk stopcontact, elk lampenpunt, elk materiaal, alles moest je een beslissing over maken. En als je niet weet wat er allemaal is of wat je waar vandaan kan halen, was het best wel een dagtaak. Dit was vroeger het schoolplein. Het is een origineel oude jongens- en meisjesschool. Dus de ene helft is voor de jongens en de andere helft voor de meisjes. En de gymzaal is in het midden. En wij hebben 1/5 deel van het schoolplein is onze tuin. Bij de renovatie hebben we best wel wat elementen weg moeten halen. Oude ringen en de touwen, ja, die zijn er helaas niet meer. Als je dingen wilde behouden, ja, dat kostte extra tijd en extra geld. Ja, op een gegeven moment moet je ook op het budget letten. Maar achter mij nu is bijvoorbeeld nog een soort van nis, waarvan we denken dat dat werd gebruikt of voor opslag of voor de gymleraar die daar veilig kon staan tijdens trefbal, voetbal. En er zitten nu dus 10 appartementen in? Ja. En zijn jullie met z'n allen dan een VVE? Ja, voor het onderhoud. Het werkt goed. We hebben ook bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Een derde van de stroom wat we hier verbruiken wordt opgewekt. Hoe hebben jullie dat gedaan met een dubbele hypotheek? Het traject loopt dan een tijdje voordat je daadwerkelijk het gebouw koopt. En dan heb je die verbouwkosten die bij ons eigenlijk hoger waren dan de aankoop van het gebouw. Die komen steeds in de tijd. Dus we hebben niet in één keer de hele klap hoeven te betalen. Maar ja, we moesten dat wel mee financieren. Dus vraag je extra aan voor de dubbele lasten die je hebt. Hoe is het om te wonen in een gymzaal? Ik doe zelf veel aan sport. Dus het is lekker om gewoon in een sportieve omgeving te wonen. Het is natuurlijk de ruimte. We hebben 180 vierkante meter in Amsterdam, wat best wel uniek is. En we hebben een hele grote tuin. En heeft die familie later nog erkend dat ze ernaast zaten? Nee, iedereen zegt, ja, we zagen het toen ook al wel.